Amen. There is no one else like you. De liefde zal bekoelen. Dat is het thema waarover ik wat wil delen deze morgen. Maar ik wil even beginnen met een uitspraak van John Wesley. John Wesley, die kennen jullie wel, of je hebt van hem gehoord. En hij was een grootspreker in Engeland. Eigenlijk altijd aan het woord. En één met het woord. In een van zijn toespraken, toen zei hij: neem alles wat je krijgen kunt. Waarop een broeder uit de zaal riep: amen. Toen zei Wesley: houd alles wat je kunt houden. Waarop dezelfde broeder riep: amen. En toen zei Wesley: geef alles wat je geven kunt. En toen bleef het stil. Maar uiteindelijk zei die broeder: wat zonde om een goede preek zo te verknoeien. En toch is geven een goddelijk principe. Dan heb ik het niet over je geld. Ik heb het over je leven. God gaf zijn zoon om voor ons aan het kruis te gaan. Dat hebben we herdacht vanmorgen. God gaf. Als de Bijbel had gezegd: God heeft een zoon, dan had je gedacht: nou fijn. Maar God gaf zijn zoon. God geeft. En geven doet hij om niet. Ik had een hele discussie met iemand die zei: Kees, koeien geven melk. Ik zei: dat is niet waar. Een koe geeft geen melk. Je moet het eruit trekken. Ja, dat is het grote verschil met God. Je hoeft het er niet uit te trekken, de genade. Hij geeft het. Ik hoef er niet aan te trekken. Hij geeft het. Is toch prachtig? Nou is dat ook niet te vergelijken met een koe natuurlijk. Maar hij geeft het. Heb je genade ontvangen? Ja. Heb je verdiend? Nee. Heb je er wat voor hoeven doen? Nee. Eigenlijk het enige was, je moest je een keer overgeven aan de Heer. Loslaten van de dingen. Goed, ik neem jullie mee naar de tekst waar het om draait. Matteüs 24. En dat is vers 13. En dan moet je voorstellen dat Jezus daar deze woorden heeft gesproken. Hij zei: en doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Nou is even de vraag meteen: stand houden in wat? Waar slaat deze tekst op? Slaat deze tekst op stand houden in geloof? Nee, deze tekst staat op stand houden in de liefde. Want daar gaat het hier over. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie stand houdt in het liefhebben tot het einde, zal behouden worden. Dus de liefde staat hier centraal. Ik weet niet, ik ken jullie niet allemaal, maar misschien ben je net als ik een keer tot geloof gekomen. Dat hoop ik wel trouwens. En op mijn 18e op straat in Amsterdam heb ik me overgegeven. En heb ik gekozen om Jezus te volgen. En daar heb ik nooit spijt van gehad. En ik herinner nog dat met velen daar in een vuur en vlam stonden voor Jezus. En ik merk bij sommigen die ik nu tegenkom dat het vuur een beetje gedoofd is. Het geloof is er nog wel, maar het werkt niet meer zo als vroeger. Soms denk ik ze zitten bij de restanten van een oud vuurtje. Want het vuurtje moet steeds weer opnieuw aangestoken worden. Je kunt niet zitten blijven bij een oud vuurtje. Ik heb wel eens gedacht, hè, waardoor raakt bij veel mensen die eerste liefde bekoeld? Waarom raken ze dat kwijt? Psychologen en theologen hebben daar allerlei antwoorden op. Maar Jezus zegt het heel simpel. Hij zegt: de liefde raakt bekoeld omdat de wetteloosheid toeneemt. Dus hij geeft een reden. En let wel, dat zijn de woorden van Jezus. En als je om je heen kijkt vandaag de dag, dan zie je dat bij heel veel mensen de liefde bekoeld raakt. Niet alleen in de kerk, maar ook in de wereld. Overal zie je dat een beetje achteruit gaat. En als je heel goed luistert, dan draaien we ook de woorden van Jezus om. Jezus zegt: doordat de wetteloosheid toeneemt, raakt de liefde bekoeld. Maar ik zie in de kerken de liefde raakt bekoeld en daardoor neemt de wetteloosheid toe. Want ook dat is zo. Maar we blijven even bij de woorden van Jezus. Hij heeft dat vastgesteld. En de vraag is nu even: waar sprak hij deze woorden? Want hij sprak deze woorden vanaf de Olijfberg.
Je moet je voorstellen, hij kijkt over Jeruzalem uit met tranen in zijn ogen. En dan stelt hij vast, terwijl hij naar Jeruzalem kijkt, over Jeruzalem heen kijkt, de wetloosheid neemt toe. En Jezus lijdt daaronder. Ik denk wel eens dat wij in veel van onze kerken en gemeenten het lijden hebben afgeschaft. We hebben het lijden een beetje weggedrukt naar de lijdende kerk, waar ze vervolgd wordt. Maar lijden is niet alleen toegedacht aan een ver weg lijdende kerk. Lijden is nog steeds een onderdeel van het leven. Alleen we hebben dat weggetheologiseerd. We zeggen dat we recht hebben op welvaart. We hebben recht op gezondheid. We hebben recht op van alles en nog wat. En de vraag is of we überhaupt ergens recht op hebben. Want als je uitgaat van genade, dan zou je alleen kunnen zeggen, wij hebben recht op genade. We hebben recht op genade als we kiezen voor Jezus. Dat komt ons dan toe. Weet je wat er aan de hand is in deze wereld momenteel? De wetteloosheid neemt toe, het wordt allemaal steeds goddelozer. Maar wat ik in de kerk zie gebeuren is ook afschuwelijk. Want ik zie eigenlijk gebeuren dat we zo gefilosofeerd hebben over de wet, dat we niet meer onder de wet zijn. En dat is waar, want de wet is vervuld in Christus. Maar aan de andere kant moeten we ervoor oppassen dat we niet zo vrijgemaakt zijn dat we weer wetteloos worden. Want nu komen we in een sfeertje terecht, alles moet kunnen. En dat is ook weer niet het idee. Dus we moeten oppassen dat we niet doorslaan nu we in de kant van alles moet kunnen, want we zijn niet meer onder de wet. Want ook dat is weer wetteloos. Dus het een grijpt in het ander. Nou weten we allemaal natuurlijk waar het over de 10 geboden gaat in Exodus. En daar gaat het vanmorgen niet over. Het gaat vanmorgen over nog een gedeelte uit Matteüs. En daar spreekt Jezus op een heel andere manier over hoe hij had gedacht dat het zou moeten gaan. We gaan naar Matteüs 22. Matteüs 22, vers 3 tot en met 6 ga ik lezen. Maar even ter informatie, het gaat hier over een koning die zijn knechten erop uitstuurt om hen uit te nodigen voor een bruiloft. En in dit verhaal dwingen de knechten de genodigden niet om in te gaan. Dus laten we het even lezen. Ik lees het vanaf vers 3. Matteüs 22. Daar staat, hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht, zeg tegen de genodigden, ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten, alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft. Maar ze negeerden hen en vertrokken. De een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overige, en hou die even in de gaten, de overige namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doden hen. Zie je dat Jezus hier de 10 geboden, de 10 woorden, even terugbrengt tot een enkel woord. Een paar woorden. Wat zegt hij? Kom dus naar de bruiloft. Hij praat niet over 10 geboden. Hij zegt alleen maar, je moet ze uitnodigen om naar de bruiloft te komen. En nou is het opvallend dat wij bij verboden en geboden altijd denken aan wettische verboden. Het mag allemaal niet. En daarom zijn verboden of geboden vervelend. De psalmist in Psalm 19, vers 10 en 11... daar moet je eens op letten, want die zegt het heel mooi. Die zegt, de voorschriften van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed en zoeter dan honing. Hé, de voorschriften, de wetten van de Heer zijn wat? Zoeter dan honing. Dus zo moeilijk kan het niet zijn. Dus je zou er misschien eens wat anders naar moeten kijken, hoe je daarmee moet omgaan. En voordat ik dus even weer terugga naar de woorden van Jezus, wil ik proberen dat toch even uit te leggen. Jullie herinneren je nog dat Adam en Eva in het paradijs mochten eten van alle bomen, ook de boom des levens, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. En op zekere dag aten ze toch van de boom van kennis van goed en kwaad.
En toen kregen ze iets wat God niet voor hen bedoeld had. Daarom moesten ze ook sterven. Want door te eten van de boom van kennis van goed en kwaad kwamen ze onder de wetten van kennis van goed en kwaad. Dus ze waren nu getrouwd, niet meer met God, maar met hun kennis van goed en kwaad, dus met de wet. Nou zegt Paulus in Romeinen 7 vers 2... een getrouwde vrouw is door de wet gebonden aan haar man, maar wanneer deze sterft, is zij vrij. Dus als een van de partners sterft, is de andere partner vrij. Door te eten van de boom van kennis van goed en kwaad zijn we getrouwd met de wet. Toen God kwam met de 10 geboden, was dat pure liefde van God. God zei, jullie hebben gekozen voor die andere vrouw, de wet. En jullie weten niet hoe je ermee om moet gaan. Kennis met goed en kwaad weet je niks van. Zou je een klein beetje helpen met 10 geboden om enig begrip te hebben over goed en kwaad? En hij gaf de 10 geboden, niet als straf, maar uit liefde. Want ze moesten een beetje begrijpen waar ze voor gekozen hadden. En dat hadden ze nog steeds niet goed begrepen. Dus God zei, nou, ik help je een beetje om te leven vanuit de wet. Maar denk erom, de wet is wel een tuchtmeester tot Christus. Maar je hebt ervoor gekozen, je moet er nu mee leren omgaan. Dus de mens staat vast aan een partner, de wet. Maar ja, de wet is goed in zichzelf. Je mag nog steeds niet doodslaan, je mag nog steeds niet erfbreken, je mag allemaal niet doen. Alleen de wet is vervuld in Christus. Dus wie is onze nieuwe partner? Niet de wet, maar Jezus Christus. Maar ja, er moet iemand sterven om van partner te kunnen verwisselen. Want daar zit het probleem. Daarom staat hier ook in dat Romeinen 7... de getrouwde vrouw is door de wet gebonden aan een man, maar wanneer deze sterft, is zij vrij. Dus er moet iemand sterven. Jij of de wet. Nou is het lastige, de wet sterft niet, want die is goed. Dus wie moet er dan sterven? Jij, ik. Ja, en dat is vervelend. Dat is het meest ellendige van het evangelie. Het is één ding om gezellig te roepen, Jezus is voor mij in het kruis te gaan. Maar het is een andere tekst om te belijden. Ik ben met hem gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan als een nieuw mens. Want als ik Jezus wil volgen, moet ik ook gekruisigd worden. Ik moet ook sterven aan mezelf. En als ik niet dood ga, kan ik nooit een nieuwe partner krijgen. Dus als ik niet dood ben voor de wet gaat niet dood, ik moet sterven. En alleen door te sterven kom ik los van die wet en krijg ik een nieuwe partner. En is Jezus de grote bruidegom. Nou, dat is mooi. Dus dat moeten we even in de gaten houden. Was even een zijspoortje. We gaan weer terug naar wat Jezus zegt, hè? Dus Jezus komt niet met een nieuwe wet. Er is ook niks mis, hebben we intussen gezien, met die nieuwe wet, met de oude wet. Maar de nieuwe wet waar hij mee komt, is kom naar de bruiloft. Nou, is dat makkelijk of niet? Je zou toch zeggen, als wij nu de wereld ingaan met z'n allen en zeggen, hey, we willen je allemaal uitnodigen voor de bruiloft. Kom gezellig mee. Maar ja, moet je eens kijken wat er gebeurt hier. De genodigden wilden niet komen. Ze gingen heen. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. Nou, is het een beetje lastig om mensen wetteloos te noemen die teruggaan naar hun eigen handeltje en naar hun eigen akkertje. Want in principe zijn dat aardige mensen. Het zijn eindelijk eens mensen die zich bemoeien met hun eigen zaken. En waar vind je die nog vandaag de dag? Iedereen bemoeit zich met iemand anders. Dus eindelijk heb je hier mensen, kijk maar, lees maar. De een gaat terug naar zijn akkertje, de ander gaat terug naar zijn handeltje. Gewoon lieve mensen, toch? Zij bemoeien zich uitsluitend met hun eigen zaken. Ze zijn alleen nog maar druk met zichzelf. Is dat niet wat je ziet om je heen, nou? Iedereen is druk met zichzelf. Maar de Bijbel zegt dat ik God moet liefhebben en mijn naaste als mezelf. Dus ik moet me wel bemoeien met mijn naaste. Niet op een vervelende manier, maar op een ondersteunende manier. Ik moet hem proberen te helpen. Dat betekent dus dat die mensen die hier zo naar hun eigen ding gaan, je eigenlijk niet zo geweldig zijn, maar daar kom ik zo nog wel even op terug. Er is nog een principe hier. Als je niet naar de bruiloft wil,
dan hoeft je liefde toch nog niet meteen te bekoelen. Nee, laten we nou even nuchter nadenken. Je kan ook elders een feestje bouwen. He, er zijn toch ook eerlijke heidenen en sympathieke buitenkerkelijke. Laten we wel wezen. Als je naar een bruiloft wil, kun je overal naartoe. Waarom moet je nou net die bruiloft weigeren? Nou ja, omdat je misschien een andere bruiloft hebt. Maar daar gaat het niet over. Het gaat juist om die bruiloft. En die zakenman die tegen die knechten van die koning zegt... van ik ga terug naar mijn zaken en ik ga terug naar mijn akkertje... dat is toch niet zo moeilijk? Ze bemoeien zich met hun eigen zaken, wat dus al niet goed is. Hè? Maar nou komt het, dan staat er ook nog in vers 6 van Matteüs 22... de overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doden hen. Nou, waar was dat nou voor nodig? Begrijp je dat? Ze hadden toch gewoon tegen die dienaren kunnen zeggen, we zijn verhinderd? Ze hadden toch gewoon kunnen zeggen, nu hebben we geen zin in? Maar waarom moet je die mensen nou doodslaan die een boodschap daar brengen? Als je toch geen zin hebt om naar een bruiloft te gaan, dan ga je toch niet naar een bruiloft, maar sla je de boodschappers toch niet dood? Wat een malote. Wat een idioot verhaal eigenlijk. Bovendien, als je er goed naar kijkt, wat moet je dan met deze tekst? Nou, eigenlijk is het niet zo lastig. Want wat Jezus hier probeert uit te leggen is dit. Als je eenmaal begint met iets te weigeren wat God aanbiedt... dan ben je in eerste instantie nog beleefd. Ah, van mij hoeft het niet. Maar naarmate je de uitnodiging wat vaker hoort... begin je steeds bozer te worden als je geen keuze maakt. Het begint met weigeren, maar het gaat verder. Wie vuil is, wordt vuiler. En de taal vervuilt, heb je dat gemerkt? Je hoeft alleen maar te kijken naar de social media. Hoe mensen vandaag met elkaar omgaan. De taal vervuilt. Waarom? Omdat we niet meer gefocust zijn op de bruiloft waar alles om draait. Niet meer op Jezus. Maar we zijn gefocust op wat mensen doen, zeggen... en menen dat we met z'n allen als mens de wereld kunnen beschermen en redden. Wat natuurlijk een onmogelijke taak is. Want God heeft die wereld gemaakt. En hij is de enige die er ook echt goed voor kan zorgen. Wij moeten ons best doen. We moeten er goed mee omgaan. Maar we moeten ook niet overdrijven alsof wij het kunnen herstellen. Want er is er maar één die tot herstel kan werken en dat is God zelf. Heb je wel eens gerealiseerd dat wij altijd zoals de mensheid op deze wereld is... wij onze rotzooi op die wereld gestort hebben? En weet je wat het knappe van de natuur is? Ze heeft het altijd omgezet in vruchtbaarheid. Dat is typerend voor God. Dat is ook typerend voor de christen. Hoe meer ze over je lopen... hoe beter jij gekneed wordt. En hoe vruchtbaarder je wordt. Dat is mooi. Want daar gaat het ook om. Dus we zien eigenlijk een paar principes hier... die Jezus heel duidelijk maakt. Denk erom, zegt hij, die groep van overigen die zal toenemen. Want er zijn steeds meer mensen die weigeren. En eerst nog lief weigeren, maar steeds feller worden en steeds bozer worden. En dat klopt ook, want andersom is het ook waar. Sinds wij Jezus hebben aangenomen... zijn we toch ook fanatieker geworden? We willen vrucht voortbrengen die aan de bekering beantwoordt. Yes. We willen toch niet alleen maar zeggen, nou ja, we zijn christenen. Nee, we willen gezien worden als christenen. Het mag gezien worden wie we zijn in Christus. Het moet zelfs gezien worden wie we zijn in Christus. We mogen openbaar worden. De hele ganse schepping wacht op het openbaar van de Zonen Gods. En dat is waar het om draait. Dus als je Jezus hebt aangenomen, dan ben je veranderd. Dan wil je vrucht voortbrengen. Maar andersom is ook waar. Wie de boodschap van Jezus afwijst, is niet lang neutraal. Maar wordt vijandig als die blijft afwijzen. Eigenlijk is het heel simpel. Het is knielen of vloeken. En er zit niks tussen. Laat ik het nog anders zeggen. Voorgangers, leiders... een prediking die niemand meer boos maakt vandaag de dag of prikkelt... zal niet gauw meer mensen tot bekering brengen. Want als je gaat praten naar de mond van de wereld... komt er geen mens meer tot bekering. Want bekering is omdraaien en een andere weg opgaan. En niet bevestigd worden op de weg waar je nu wandelt. Ook daar komen we nog even op terug. Als je naar het Oude Testament gaat... dan zul je merken dat profeten die hadden iets bijzonders... die maakten of bekeerlingen of vijanden. De tussenweg was er niet. Je maakt of bekeerlingen of vijanden. De boodschap die zij brachten was zo ingrijpend...
dat ze nooit bij hun opdrachtgever met lege handen terugkwamen. Ze kwamen terug met overwinning of ze kwamen niet terug. Zo simpel is het. Maar nooit met lege handen. En dat, lieve mensen, is de tijd waarin we leven. Evangeliseren wordt levensgevaarlijk. En waarom? Als je meegaat met het denken van de wereld, is het geen kunst. Maar als je erin tegenin durft te gaan en durft te zeggen wat de kern van het evangelie is, dan word je verworpen. Want ze willen de waarheid vaak niet meer horen. En het probleem zit hem in: de liefde zal bij velen verkoelen, ook in de kerk. En als de liefde voor de Heer er niet meer is, wat voor boodschap hou je dan nog over? Trouwens, wat wij alsmaar horen, is ook veel nepnieuws. Nepnieuws. En de uitvinder van het nepnieuws is de slang. Satan zelf. Hij was de eerste die nepnieuws bracht. Hij zei: als je van die vrucht eet, zul je zijn als God. Nou, dat was nepnieuws. Want ze konden niet verder afdwalen dan te eten van die vrucht. Nepnieuws. Gelukkig hebben wij ook goed nieuws. En kunnen wij ons ook vasthouden aan het goede nieuws. En om nog heel kort even terug te komen op die humane akkerbouwer en die humane handelaar. Ze hebben zich koest gehouden. Maar humaniteit, humanisme, is eigenlijk in diepste zin de grootste vijand van het evangelie. Want je denkt dat je het kan in eigen menselijke kracht. En daar word je in teleurgesteld. En daar kun je het ook niet volhouden. Want je menselijke liefde houdt een keertje op. Maar nou moeten we even kijken naar die groep van overigen. Jezus kijkt uit over Jeruzalem. Ze hebben eerst hem aanbeden. Ze hebben achter hem aangelopen. Ze hebben geroepen: Hosanna, de koning komt. En dan ineens zegt hij iets. En Shell had het er ook al even over vanmorgen. Dan zegt hij iets wat hun niet aanstaat. En ze keerden zich van hem af. Inderdaad, Johannes 6 vers 66. Kan niet missen, 666. Wat een grapje is hoor, want je moet je niet vasthouden aan de teksten. Nummers. Maar goed, ze keerden zich van hem af. Wat gebeurde er? Hosanna, hij komt! Maar toen hij niet deed wat ze graag wilden, toen keerden ze zich van hem af. En de groep van overigen, die eerst nog geen overigen waren, maar kleine groepjes, die groep van overigen wordt steeds groter. Die groep van overigen riep eerst nog Hosanna, en nu is die groep van overigen zo groot geworden dat ze nog maar één ding roepen: kruisig hem. Weg met hem. Kruisig hem. Maak er een einde aan. De wonderdoener is niet meer goed genoeg. We hebben niet meer de goede verwachtingen, want hij heeft ons teleurgesteld. En we zijn zo teleurgesteld dat we ook niet meer naar de bruiloft willen komen, want het is allemaal nepnieuws geweest, als we niet oppassen. En wat zien we intussen om ons heen gebeuren? Onrecht neemt toe. Kunnen de omvang van het vele lijden van deze wereld niet meer bevatten. Ons eerdere medelijden dreigt over te slaan in onverschilligheid. En omdat de wetsverachting toeneemt, bekoelt ook de liefde. Want onze liefde kan het niet meer aan. Met meeleven valt niet meer te leven. We zijn moe. Er is te veel hongersnood, te veel oorlog, te veel vluchtelingen. Het toenemen van de slachtoffers doet de deur dicht. Onze liefde raakt bekoeld. Een gevaarlijke toestand, er zijn te veel problemen. En de filosofen van vandaag de dag helpen ons aan welkome wijsheden. En de nieuwste wijsheid is deze: volwassenheid in deze tijd is niets anders dan verzoening met de menselijke machteloosheid. We staan machteloos. Is dat niet wat je politiek zegt vandaag de dag? We staan machteloos. Dus wetteloosheid gaat over in machteloosheid. Medelijden? Waarom zouden we medelijden hebben? Dan hadden die mensen maar in een ander land moeten gaan wonen. Hadden ze maar anders moeten gaan doen. Waarom zou je medelijden hebben? Medelijden? Nee, we zijn machteloos. We hoeven geen medelijden meer te hebben. We kunnen er niet meer tegenop. En dat is de wereld waarin we zijn. Nou is het goede, er is hoop. Amen. Dit is niet het einde. Yes. De genadetijd is nog niet voorbij, hè? Laten we wel wezen.
Dus er is hoop. En die hoop zit hem in dat ene stukje tekst wat ik ga lezen. Misschien is je het niet opgevallen. Maar er staat namelijk, bij velen zal de liefde bekoelen. Dus niet bij allen. Hey, niet bij jou en mij, hè? Bij velen. Ja, maar die zitten hier niet. Ben je gek? Niet bij allen. En wij zijn toch die groep mensen met hoop? En wij zijn toch die groep mensen met geloof? En wij zijn toch die groep mensen met liefde? Want wij zijn toch de enige groep die verbonden zijn met de echte liefde? Want humanistische liefde houdt een keer op. Dat kan je niet volhouden. Maar goddelijke liefde wordt elke dag aangevuld. Want God is liefde. En als ik verbonden ben met de bron van liefde, zal er altijd liefde zijn. En zal ik altijd genoeg hebben voor mezelf en om uit te delen. Laten we wel wezen. Wij zijn toch die mensen van die enge poort en die smalle weg, of niet? Hey, weet je nog dat je door die enge poort ging? Eng, hè? Oh, niet alleen smal, maar eng ook, hoor. Weet je nog dat je er doorheen ging? Dat je dacht, waar kom ik nou terecht? In zo'n clubje zwaaiers met hun handen. Heb je dat ook wel eens gedaan? Ik wel, hoor. Ik denk, nou, als ik door die enge poort ga, dat is eng, hoor. Al die mensen doen wonderlijke dingen. Die gaan op stoelen staan en die gaan van allerlei dingen doen. Je weet niet wat je overkomt als je in zo'n club komt. Eng, hoor. Maar ja, ik ben toch door die enge poort gegaan. En ik ben toch op die smalle poort weg terechtgekomen. Want die enge poort spreekt van redding en wedergeboorte. En die smalle weg spreekt van een nieuw leven. En Jezus plaatst die poort en die weg naast elkaar. En als ik vrijwillig door de enge poort ga, waar kom ik dan op terecht? Op de smalle weg. Ja! Nou is de ellende van deze tijd, lieve mensen, dat lang niet alle christenen wandelen meer op de echt bedoelde smalle weg. Nee, ik sprak laatst met iemand en toen denk ik na een poosje, nou, je wandelt wel op de smalle weg, maar volgens mij is dat wel het fietspad langs de brede weg. Je gaat dezelfde kant op. Je wil me alleen nog wijsmaken dat je op de smalle weg loopt, maar je loopt net zoals op de brede weg, ga dezelfde kant op. En weet je wat nou zo bijzonder is? Die massa, die gaat niet graag door die enge poort en die wandelt niet graag op die smalle weg. Die wil het graag breed houden met massa, weet je wel? Maar de smalle weg is eigenlijk wat Jesaja 35 zegt, die is gelijk aan de heilige weg. En als de smalle weg gelijk is aan de heilige weg, dan heb ik goed nieuws voor je. Want dan zegt Jesaja 35, dwazen en leeuwen zijn niet te vinden op de heilige weg. Nou, is dat lekker of niet? Eindelijk kom je geen idioten meer tegen. Wat een feest. Want wie wandelen op de heilige weg? De verlosten des Heren. Die wandelen. Dat is een gezellig stelletje, hoor. En weet je wat zo leuk is? Die verlosten van de Heer, die gaan achter Jezus aan. Want hij is de bruidegom. Hij is degene waar alles om draait. Die willen naar die bruiloft toe, weet je nog? Dus die gaan achter hem aan. En als je wandelt achter Jezus aan, dan volgen de wonderen hem na, maar ook jou. Want het gaat gewoon door jou heen naar die ander toe. Je bent een doorgeefluik. Je mag het uitdelen van wat hij jou geeft. Dus als bij velen de liefde gaat bekoelen in deze tijd en dat gebeurt, dan hoeft dat niet te gebeuren bij jou en mij. Want er staat wie volhardt in het vasthouden aan de liefde, zal behouden zijn. En als we volharden in het vasthouden aan God, ontdekken we ook dat hij ons vasthoudt. Wij kunnen volharden. En wie volhoudt en volhardt met liefhebben, die zal nooit moe worden. Weet je wat ik heb ontdekt tot mijn stomme verbazing? Als ik volhoud in het wandelen in zijn liefde, droogt de liefde nooit op. Is dit niet verbazingwekkend? Dus als ik wandel met de bron van liefde, ben ik altijd in staat om zijn liefde weer uit te delen aan die andere. En tot slot, hoe lukt dat nou om in die liefde te blijven? Ik heb er hier wel eens een studie over gegeven. Daar heb je voor nodig geloof en hoop. Weet je nog hoe het staat in 1 Korinthe 13, vers 13? Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Het meeste is de liefde, maar geloof en hoop zijn de middelen om bij die liefde te komen. En geloof is een zaak van je hart, hè? Romeinen 10, met het hart gelooft men. En hoop, met de mond beleidt men. Dus blijven beleiden, dan groeit geloof in je hart. En hoop is een zaak van je verstand. Het is de helm van de hoop. Met andere woorden, als geloof en hoop zich blijven richten
op de liefde, God zelf, stroomt de liefde elke dag weer naar jou toe. Geloof met je hart, hoop met je verstand. Want met je verstand kan je niet geloven, want die beredeneert alles. Maar geloof met je hart. En doe dat op een goede manier. En dan, wat jij zei, belijd het met je mond. Het principe zal nog één keer kort vertellen. Weet je nog op de basisschool, de lagere school, dat we al die tafels van 1 tot en met 12 hardop moesten belijden? 1 maal 12 is 12, 2 maal 12 is 2, 24, 3 maal 12 is 36. Weet je nog? We zaten klassikaal dat op te dreunen. Ik heb het nooit nagerekend. Ik heb gewoon geloofd dat het waar is wat de juffrouw zegt. Maar ik werd wel één met mijn belijdenis. Als ze me s'nachts wakker maakte en zeiden: hoeveel is 3 maal 12? Dan zei ik 36 en ik sliep gewoon door. Ik was één geworden met mijn belijdenis. Ik geloofde het. Het was in mijn geloof binnengekomen, in mijn hoofd zelfs binnengekomen. Dat is met jullie net zo. Ja, als ik vannacht om 2 uur bij je binnenloop, je moet er niet aan denken. En ik schud je wakker en ik zeg: de Heer is mijn herder. Wat zeg je dan? Heel goed. Oh, je bent lief. Ja, ik kan me voorstellen dat sommige mensen wat anders zeggen. Ik zal maar niet herhalen wat ze oud zouden kunnen zeggen. Maar je weet wat je allemaal kan zeggen. Nee, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Wat betekent dat? Dat je goed geprogrammeerd bent. Als ze aan je schudden, komt het eruit. En hoe komt dat? Omdat het erin gekomen is. En hoe kwam het erin? Doordat je het ging belijden. Dus belijd het woord en je wordt één met het woord. En het woord zal doen waartoe God het heeft gezonden, door jou heen. En als het zo gaat werken, dan wordt het prachtig. En dit laatste zinnetje, daar stop ik nu mee. Want daarom is het laatste zinnetje. En het laatste zinnetje is: wie op het woord van God is ingegaan, blijft niets anders over dan nu uit te gaan. Want wie is ingegaan, moet uitgaan. En dat is de opdracht aan de gemeente. Uitgaan met datgene wat je hebt ontdekt toen je binnenging. En als je het goed ontdekt hebt, dan ga je merken dat als je de liefde hebt ontdekt en één bent met die liefde, dat die liefde nooit weggaat. Maar dat die liefde blijft. En wat ik vanmorgen voor jullie wil bidden, voor jullie allemaal hier en thuis, is eigenlijk dit. Dat wij samen in die liefde blijven. Dat die liefde nooit opgedroogd zal raken. Dat wij samen zullen weten, er is hoop. Dat we niet wegzakken met die wereld, de liefde raakt bekoeld. Nou ja, God heeft het nou eenmaal gezegd, dus zal het wel gebeuren. Ja, bij velen, maar niet bij allen. En ik wil niet bij die velen behoren waarin het gebeurt. Ik wil behoren bij de groep waar het niet gebeurt. En het hoeft ook niet, omdat we verbonden zijn met de bron. Ik wil met jullie bidden dat we dat allemaal zullen ervaren en door kunnen geven in deze wereld. Als je mee wilt doen, ga erbij staan, gaan we dat samen bidden. En samen belijden dat we dat willen. Want God wil door ons heen, nog altijd door zijn gemeente heen, tot zijn doel komen. Zo simpel is het. En zo werkt het ook vandaag de dag nog steeds. Ik ga voor jullie bidden. En met jullie bidden. Vader in de hemel, wat geweldig mooi dat u hier bent. Wat heerlijk dat u een God bent van liefde. Dat u niet alleen spreekt over liefde, maar dat u zelf liefde bent. En als we u hebben, wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En we geloven dat u bestaat. En daarom komen we tot u. En als we tot u komen, ontdekken we de bron van liefde die nooit kan opdrogen. Die eindeloos groot is. Daarom reinig ons, Vader in de hemel, van al onze twijfels. Reinig ons van onze angsten. Maak ons vrij van alles wat negatief is in ons. Help ons, Heer, om ons te openen steeds weer elke dag opnieuw naar u toe. Opdat de volheid van uw liefde zo door ons heen stroomt. Dat de wereld moet erkennen dat u bestaat. Omdat het onmogelijk is in een wereld vol haat en afwijzing en vervloekingen. Om in een wereld van honger en ellende toch te kunnen laten zien dat u liefde bent. Reinig ons alle op dit moment van al onze eigen overleggingen. En vul ons met uw liefde. We geloven in u. We hopen op u. We wandelen met u.
En u werkt het in ons uit. Voor de eer van uw machtige naam. Wij zijn uw volk, Heer. We zijn door de enge poort gegaan. En we willen wandelen op de smalle weg, de heilige weg. En we volgen u. Opdat de wonderen ons kunnen navolgen. Tot eer van uw machtige naam. Geprezen zij de naam van Jezus. Halleluja. Amen. U mag nog een moment gaan zitten.